Een nieuwe bestemming voor de verlaten velden rondom de Heezerweg in het Wasven. Het ouderenappel Eindhoven gaat samen met de voedselbank moestuintjes aanleggen om zo de voedselpakketten van groenten te voorzien. Iedere maand worden er ruim 400 pakketten in elkaar gezet. We krijgen regelmatig wel gesneden groenten en alles wat daarbij zit, ook wat appels en peren betreft. Maar echte verse groenten, daar ontbreekt het gewoon aan. Als er al wat binnenkomt, komt het heel onregelmatig binnen. En ik heb nu uit dit project begrepen dat we in de toekomst kunnen rekenen op verse aanvoer. Dus wat dat betreft is dat heel erg welkom. We zijn ze daar ook heel dankbaar voor van voedsel. Heeft u er vertrouwen in, het nieuwe project? Ik heb er vertrouwen in, ja. Heel erg veel vertrouwen. Je bent natuurlijk wel een beetje afhankelijk van het weer wat opbrengsten betreft. Maar ik heb er heel veel vertrouwen in dat er een goede opbrengst zal komen. Het is een welkome aanvulling op datgene wat wij aan de mensen aanbieden in onze voedselpakketten. Het project van de moestuinen kampte met wat opstartproblemen. Zo kostte het veel moeite om het geld bij elkaar te krijgen, maar er is een oplossing bedacht. Elk stuk grond wat we daarvoor gaan gebruiken komt een professionele tuinder. Die dus echt zorgt dat daar de groenten gekweekt gaan worden. En dat gaan we aanvullen met vrijwilligers. Zoveel mogelijk uit de buurt waar zo'n stuk grond ligt. De moestuin kunnen we ook in de buurt een bepaald deel voor een vriendenprijs, voor een buurtprijs te koop aanbieden om daarmee die arbeidskosten te kunnen dekken. Na een jaar hard werken komen de moestuinen er nu dan echt. Vorig jaar zijn de plannen al bedacht omdat Renneberg zich zorgen maakte over de maatschappij. Ik maak me natuurlijk erg ongerust van mensen in Eindhoven die het erg slecht hebben. En ik heb hele goede contacten met de voedselbank, met de oud-voorzitter Pieter Tanken gehad. We hebben er vaak over gesproken. Ja, wat zouden we nou kunnen doen? En op een zonnige dag vorig jaar kwam ik langs de Tivolikerk en zag daar die grote plek helemaal vrij liggen. En ik wist dat daar de tuinen van de paters waren geweest. Nou, die hebben wel goed voor zichzelf gezorgd. Ik denk, die grond die zou ik moeten benutten voor het Eindhovenaar. En zo ben ik daarmee begonnen. En ja, het is uitgegroeid tot een geweldig concept, vind ik. Maar voordat er geoogst kan worden, moeten de stekjes eerst nog de grond in. En als het aan het ouderenappel ligt, wordt er in de toekomst op nog veel meer terreinen in de stad groente en fruit geteeld voor de voedselbank.